We staan op de social conference met Judith van der Rijt bij Coca-Cola. En ze heeft vanochtend alles verteld over influencer marketing. En vooral hoe je relaties met hen opbouwt. Hoe ging dat vanochtend? Het ging goed. Het was eventjes wennen, want er zijn natuurlijk best wel wat verschillende disciplines waar je mee kunt werken. Dus ik zat eigenlijk allerhande mensen aan tafel. Maar ik vond het heel leuk. Hele leuke specifieke vragen. Ja. En influencerrelaties, wat betekent dat in de praktijk? Hoe bouw je een relatie op met een influencer? Ja, dat is best een goede vraag. Waar wij normaal gesproken eigenlijk altijd praten over influencer marketing, ben ik altijd net iets meer van de influencer relations. Ik kom uit de PR. En wat ik merk is dat wij met relaties opbouwen, dat influencer marketing eigenlijk veel meer is. Je bouwt een relatie op met elkaar. Want je bent eigenlijk, is het niet meer dan een merkambassadeur wat je voor je merk aanhaakt. Dus het is ook logisch dat je met elkaar, je communiceert goed met elkaar. Je maakt afspraken over, wat gaan we samen doen? En wat is voor ons allebei het beste? En ik vind dat meer vanuit relatie moet komen dan vanuit eigenlijk het traditionele marketingverhaal. Ja. Maar het klinkt een beetje als, even kort door de bocht, een freelancer inhuren voor je merk. Is dat zo of ligt een relatie met een influencer wat dieper? Eigenlijk is een influencer natuurlijk niks meer dan een freelancer, dat klopt. Dus je betaalt ze eigenlijk om content te maken, dat is wat je samen doet. Uiteindelijk kom je samen tot een bepaalde content of tot een bepaalde uiting. Maar het grote verschil van een influencer is natuurlijk dat die persoon zelf ook een bereik heeft. Dus je hebt eigenlijk en een content creatie, maar je hebt ook eigenlijk een soort van platform waar je nog extra voor, in dit geval betaalt vaak. Dus dat is iets waar je extra rekening mee moet houden ten opzichte van gewoon de gemiddelde freelancer. Ja. Wat doet Coca-Cola nu met influencers? Hoe kunnen we dat terugzien? Dat kun je nu vooral nog terugzien in de campagnes. Dus we werken op dit moment voor eigenlijk alle merken waar we voor werken we op campagneniveau best wel veel met influencers samen. We zijn aan het kijken hoe we dat kunnen uitbreiden, hoe we dat op andere manieren kunnen insteken. Voor campagneniveau is vaak het meest effectief, want dan heb je ook mooie budgetten om te verdelen. En dan kun je ook echt mooie dingen maken samen. Maar dan worden we wel nieuwsgierig naar die nieuwe dingen dan natuurlijk. Ja, dat snap ik. Maar daar zijn we nog echt nog druk mee bezig. Dus we zijn nog een beetje koers aan het bepalen van waar gaan we naartoe en wat gaat het worden. Dus dat is dus nog net niet concreet genoeg om daar iets heel leuks over te vertellen. En resultaten uit die campagnes, wat merken jullie? Is heel verschillend. Ik denk ook dat het heel erg ervan afhangt waar je influencers voor inzet. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk wat merken die meer gericht zijn op volwassenen. En we hebben merken die gericht zijn op tieners. En dan merk je toch wel dat bijvoorbeeld in de tienerwereld, dat bijvoorbeeld engagement veel hoger is. Als je het hebt over YouTubers, dan is die engagement tussen de influencer en de volgers is gewoon veel dieper. Ze hebben veel meer contact met elkaar dan wanneer je bijvoorbeeld volwassenen probeert te bereiken. Volwassenen die houden het eigenlijk vaak bij liken en zijn minder engaged met de mensen die ze volgen. Ja. Dat is nog wel een streven, dus om ouderen ook meer engagement te gaan creëren? Of? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wil je dat natuurlijk in verschillende leeftijdscategorieën doen. Maar ik denk ook dat het heel erg afhangt van de persoon, van de influencer die je vraagt. Kijk, voor jongeren kun je echt een YouTuber inzetten. Dan is dat super interessant. Maar voor een oudere doelgroep is dat niet interessant. Dus dan is het misschien beter om aan een expert te denken. Dat is in dit geval natuurlijk ook gewoon een influencer. Fijn, dankjewel. Ja.